good time. God, bij jongen, ben ik uit de goed toepasselijke platen te draaien. Ja, sorry, van die iets te smeuïge kerstplaten. God, ik dacht dat ik een andere had ingestart, maar... jongens. Ligt niet aan mij. Wat een niveau. Dat ligt wel aan mij, sorry. Maar goed. We gaan verder met onze gast, Sander Adema. Sander, hoe lang al nachtsport? Vertel eens even, hoe ziet jouw nachthistorie eruit? Mijn nachthistorie is... ik heb in ieder geval 10 jaar een seizoenkaart en daarvoor... Dat is heel slecht. Ik ben nooit in de Beatrixstraat geweest. Ik zal eerlijk zeggen, maar ik wil er altijd heel graag heen, maar er is nooit van gekomen. Maar inmiddels al 10 jaar op de B-side. Aha. En al 5 jaar in de clubraad. En hoe ben je in de clubraad terechtgekomen? Gevraagd of zag je van, nou, ik las al iets op de rad en toen dacht ik van, nou, ik wil er wel bij. Ja, zo zou ik er wel een beetje gaan. Ik dacht, mijn handen begonnen een beetje jeuken en dacht van... Dat kan ook genoeg gebeuren, dus daar heb ik ooit een keer gewoon een mailtje gestuurd en toen ben ik eruit genodigd en zo ben ik erin gerold. Het eerste jaar als vakvertegenwoordiger van de B-side, of niet? Nee, eerst als running mate. Oh, running mate. Anderhalf jaar. Toen, running mate van wie was je van toen? Levine toen, de tijd. En ja, daarna heb ik toen echt de zetel ingenomen en dan na anderhalf jaar secretaris geweest en... nu voorzitter. Wat dacht je toen je de eerste keer bij de clubraad zat? Van de groep van de clubraad, wat trof je aan? Ja, echt wel betrokken supporters. Maar ook wel, ja, soms ook wel veel gauw hoer. Maar ja, daar zijn mijn NAC-supporters goed in. Heel goed. Kijk maar naar deze radiosetting hier. Ja, precies. Maar vervolgens secretaris... Ja. Dat is wel een zware taak binnen de clubraad, volgens mij. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook, maar voorzitter, dat ben je toen nog wel iets drukker. Oh, dat is nog drukker. Ja. En wat denk je nou, ja, niet anders te gaan doen, maar wat wil je eigenlijk bereiken als voorzitter van de clubraad? Heb je een doel of zeg je van nou, ik wil de boel draaiende houden? Nee, ik heb wel echt een paar doelstellingen benoemd. Die heb ik ook al eerdere keer naar buiten gebracht. En dat is wel, ik vind... Nou, die willen wij wel even weten natuurlijk. Ja, inderdaad. Wat zijn de doelstellingen? Ja, het is, ik merk toch vaak dat het ook vaak is reactief. En ik vind dat er ook nog genoeg zaken liggen die gewoon proactief opgepakt kunnen worden. En daarnaast vind ik ook dat wij heel veel dingen doen wat echt onze achterban, alle NAC-supporters, niet weten of niet zien. Dus wij hebben ook een taak om gewoon beter daarover te communiceren via Facebook, Twitter. Om dat gewoon duidelijk te maken. Ja, we doen het voor de supporters, dus waarom zou je het niet laten zien? Dus er is niks geheims aan. Dus veel sociale media gebruiken. Ja. Ja, veel zichtbaarder worden. Zichtbaarder worden. En dan maar ook met je doelstelling, want als je laat zien wat je doet, krijg je waarschijnlijk ook meer input en interactie. Ja. Waar je dan ook weer dingen mee kan doen. Ja. Maar we hebben een shoot van Vessem, die zat hier enkele weken geleden, ook in het kader van zijn afscheid. En die benoemde ook al van ja, het is ook tijd voor een ander soort voorzitter. Omdat we hebben een ander soort roerige periode achter de rug met financiële perikelen en aandelen, overdrachten. We moeten nou een ander soort crisismanager, eigenlijk minder. Nou ja, althans, we zitten nog steeds in een hoop gedonder. Ja, maar langs nooit jouw aanpak is denk ik ook wel anders daardoor. Dan de vorige voorzitter, denk ik. Ja, dat klopt. Dat is wel, dat valt dan wel een beetje samen. De wisseling van de wacht van de voorzitter. Met ook dat NAC in een relatief rustige vaarwater zit. Ja. Dat in ieder geval niet meer het faillissement dreigt. Ja, dus, exact dat. Ja, dus dat is wel mooi. Ja. Iedereen legt zijn eigen accenten. Dus dat doe ik ook inderdaad. En ja, wat ik ook belangrijk vind om... Dat ik zei, je moet productiever dingen oppakken. Ja, hoe ga je dat dan doen? Met name een aantal commissies die we eigenlijk al hadden, die gaan we nog iets meer verantwoordelijkheid geven. Dat, in de hoop dat de mensen gewoon productiever mee aan de slag gaan. Als ze meer vrijheid en verantwoordelijkheden hebben, dan waarom zou je alles opsparen tot de geëikte momenten, tot het weer 1 keer per maand vergadering is. Terwijl je heel de maand door ook dingen kan doen. Vertel dan gewoon in de vergadering wat je gedaan hebt. Dat vind ik wel een goeie, want ik volg de clubraad van een gepast afstandje. En ik zie dan de laatste jaren met wisselende momenten. Maar dat het taken, de clubraad bestaat uit hoeveel mensen, echte leden zeg maar? Een man of 6, 7, 8? 7, ja. Ja, en dan nog NS-vereniging runningmates. Totaal 14, ja. Maar dat het werk vaak op dezelfde schouders terechtkomt van die echt op een hand te tellen zijn. En als je met die commissies, dan verdeel je die taken veel beter. Hou je iedereen enthousiast. Ja.
Maar dat is ook wat jullie nastreven, denk ik. Hè? Dus dat klopt. Het meer gedeeld effort wordt. En ja, en ook dat je meer op het operationele stuk bezig bent, zeg maar. Ja, nou ja, dat operationele zaken meer buiten de vergadering omgaan. Gewoon de reguliere dagelijkse dingen. En die commissies kunnen dat onderling afstemmen. En dan brengen ze dat als hamerstuk in de vergadering. Hmm. En ja, automatisch leidt dat ertoe dat je in de vergadering ook meer tijd hebt. En dan zullen we nou met Justin over in gesprek om te kijken, ja, wat gaan we dan met die tijd doen die we dan over hebben. En dan, ja, dan willen we misschien over andere spannende onderwerpen gaan discussiëren. En, besef je wel dat het gewoon nog steeds een adviesorgaan is? Ik weet niet of je echt, ja, dat is altijd mijn twijfel bij de clubraad, of je echt mag meepraten. Nou, dat vind ik wel. Ik merk echt wel dat het echt wel invloed heeft. Maar je moet ook met concrete dingen komen. Je moet niet zeggen van, ja, is niet goed. Ja, dan moet je ook vertellen hoe het beter moet. Mm. En dan wordt er echt wel naar geluisterd. Ja. Ja. Nou, dat is mooi. Ja, en dat initiatief is ook vanuit Justin Goetzee zelf gekomen. Van, ja, kunnen we nou niet met z'n allen naar een hoger niveau tillen? Hè? Ja, als wij meer operationele zaken naar de commissies doen, dan houden we in de vergadering meer over voor andere zaken. En dan moeten we even kijken welke onderwerpen dat kan worden die we dan gaan behandelen. Maar ja, dan moet ze nog uitkristalliseren, maar ja, de verbeterpunten waarbij je dan wel moet opletten, vind ik al, dat die commissies geen kleine clubraadjes op zich worden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat die niet te veel zichzelf gaan leiden en sturen. Ik bedoel, de clubraad vertegenwoordigt wel alle supporters, dus je zult toch wel een aantal dingen af en toe wel... Jij zegt wel heel makkelijk, hou er tijd over, maar je zult ook een aantal dingen wel centraal moeten bespreken, denk ik. Nee, dat is ook zo, maar dat is aan mij de schone taak om dat te bewaken als voorzitter. Wat doen die commissies eigenlijk? Laten we dat eens even. Ja, noem eens een paar concrete commissies. Misschien wel leuk, we hebben in ieder geval een nieuwe. Ja. Dat is de commissie cultuur. Oké, spannend. Die gaat zich bezighouden met een belangrijk plan wat er nu ligt. Is uiteindelijk als eerste opgestart door NAC. Dat is de randvoorwaarden voor het avondje NAC. Ja. Dat is van, welke zaken moeten nou gewoon standaard goed op orde zijn, zodat het avondje NAC optimaal tot zijn recht komt. Mm-hmm. Blijkt best nog wel een hele lijst te zijn. Ja. Ja. En die lijst is nu in ieder geval opgesteld. En die lijst gaan we nu binnenkort aan een hele groep supporters voorleggen. En dan buiten de geëikte supporters die in de clubraad zitten, bij de loco's zitten, bij de SV zitten, gewoon gaan we van andere mensen vragen. Ja. Zodat we een frisse invalshoek krijgen. En dan gaan we kijken van welke dingen eruit gaan komen. Komen dan de beroemde panelleden weer in beeld, of niet? Want een tijdje geleden maakte de clubraad daar gebruik van, maar dat is een beetje verwaterd. Het is ingehaald door de tijd, denk ik. Want toen de panelleden waren, was er nog geen Facebook en Twitter. Ja. En die gebruiken we nu voor de interactie. Oh, ja. Ja, precies. Dus dichter bij de mensen, inderdaad, bij je doelgroep. En ja, je kan nog breder trekken, zeg maar. En die panelleden werden alleen maar benaderd via een mailinglist. Ja. Dat was misschien nog wat beperkt. Ja. Ja, dat klopt. Nog meer commissies? Want dit gaat veel verder, denk ik. Ja, we hebben de commissie Financiën hebben. En die spreken één of twee keer per jaar met NAC de jaarcijfers. Ja. Is de clubraad daar ook voor? Om de financiën in de gaten te houden, in beginsel? Nou, dat is wel... Voor een advies overgaan, hè? Dus in het verleden wel gebleken dat er kritische vinger aan de pols moet worden gehouden. Ja. Dus dat is eenmaal dat is een gewoonte geworden. Dus dat doen wij nog steeds. Ja, ja. Ja, oké. Okay. En dan heb je horeca, denk ik, dat jullie... Horeca, natuurlijk niet te vergeten, hele belangrijke. Ja. De witte frikandellen, dat is heel belangrijk. Ja, daar gaat het ook vaak over. Maar er blijkt in ieder geval dat nu bij NAG... een operations manager is aangesteld. De NAG, dat is de NAC Horeca groep. Ja. En die hebben wij nu eindelijk gesproken. Want we hebben al een jaar geen gesprek meer gehad namens de commissie Horeca met de NAG. En dat is wel heel belangrijk dat regelmatig plaatsvindt. Dus, maar die staat inmiddels op de rol op korte termijn. Ja, dus, dat is mooi. Het is wel belangrijk voor hun ook om te weten dat we twee vingers schuim op ons bier willen hebben. Ja, en horizontaal werd er staan, niet verticaal. De inwendige NAC-supporter is ook erg belangrijk. Nou, lekker. Hey, maar wat ik net wou vragen over die commissie cultuur. En dan stel je een hele lijst op met randvoorwaarden waar het avondje NAC aan zou moeten voldoen. De NAC-supporter wordt daar wel een beetje kriebelig van. Hè? Op het moment dat we dat allemaal in kaart gaan brengen en een of ander document gaat bepalen wat er allemaal moet gebeuren om het... NAC-supporter laat zich niet regisseren, maar hoe moet je dat zien? Gaat dat op de achtergrond werken of gaat dat in beleid gegoten worden van de club? Nee, dat zijn gewoon... We willen het zeker niet gaan regisseren, want dat zou echt fout zijn. Ja. Het gaat
Je schept het kader. Je schept het kader, zodat het daarna automatisch zichzelf uit en optimaal tot zijn recht komt. Ja. En dan gaat inderdaad om wat jij zegt, van dat je dan met de commissie horeca gaat regelen en het bier twee vingers schuim heeft en dat soort randzaken allemaal, dat die gewoon geregeld zijn. Dat ze ongeinzen vooral niet moeten komen. Ja, precies. Maar ook hoe ze, denk ik, naar sponsors gaan. En wat sponsors vooral niet bij NAC moeten verwachten, bijvoorbeeld, denk ik toch, of niet? Nou, dat niet zozeer, maar ook gewoon de trajecten voor. Van als je van tevoren al kaartje gaat halen, hoe je te woord wordt gestaan, totdat de bewegwijzering klopt, daar naartoe. En het hele traject, de hele, ja, ze met een moeilijk woord noemen, de customer journey. Ja. Een beetje eng woord, hey, maar... Wacht even. Ik voel Stefan Eskes in één keer. Die zijn ergens aan. Nee, maar jij wil ook gewoon, als jij een kaartje had voor je maten die mee willen, dan wil je ook gewoon al gewoon een goede beleving hebben. Daar begint het avondje NAC al. Hè. Daar staan heel veel mensen heel vaak niet bij stil. Maar. Ja, maar je praat nou wel heel raar Engels. En het woord beleving vind ik altijd een eng woord. Ik moet het er ook om. Nee, je moet het niet verkeerd begrijpen. Gewoon Bridals. De klantenroute. Ja, wat ik dan weer cultuur vind, is dat je juist zo min mogelijk van die Engelse woorden gebruikt. En zeker bij NAC. Dat bijvoorbeeld... Yellow Army Kids Club en zo allemaal. Ja, dat laat zich niet in een van haar marketingplaatje gieten. Nee, dat vind ik... Nou, we hebben ooit een directeur gehad die daar wel dacht. Ja, die dacht even de map Amerika voetbal marketing uit de kast te trekken. Nee, maar daar hoef je niet maar die spontaniteit die raken we toch niet kwijt, mag ik hopen? Welke spontaniteit? Nou, gewoon op alle gebieden. Dus al was het alleen maar op het gebied van supporters, acties in het stadion, net zoals de afgelopen keer, dingen eromheen die spontaan gebeuren. Absoluut niet. Kijk, nou dat is in ieder geval al geruststellend. Leon? Nou, ik denk dat wij lekker naar het volgende onderwerp gaan. Ja, zitten wij ook in een commissie, Leon? Doen wij hier bij Breda nu ook een commissie? Commissie, wie gaat als laatste naar huis, wie doet licht uit, zeg maar. Ja. Daar zijn wij heel goed in. Hey, ik ga iets... Gaan we weer een kerstplaat draaien, Leon, of niet? Nee, ik ga even een standpunt innemen tegen alles wat kerst is. Oh! Ja, met de volgende plaat. Ik ben benieuwd. Over 3 minuutjes terug.